Hallo allemaal. Ik vond vandaag nog een kaart die nog niet af was. En een heleboel restjes van het papier van Pretty Papers Marianne Design. Wat ik gebruikt heb voor het maken van deze kaart. Toen dacht ik, nou, ik heb nog wat van die Eline Pellinkhoff stempeltjes. En ik ga die figuurtjes stempelen. En zoals je ziet heb ik die dus hier op de kaart gemaakt vanmiddag. Toen vond ik dus nog een lege kaart. Ik denk, dan ga ik dat hier ook even doen. Dan laat ik het gelijk aan jullie zien. Wat je dus met een paar restjes nog allemaal kunt doen. Alles is al voorgeknipt, want anders duurt het te lang. Ik begin met een truitje. Ik heb een wit truitje gestempeld. Het figuurtje zelf heb ik op de zalmkleur van Romac gestempeld. De dunne Romac, want dat lijkt echt een beetje op een huidkleur. Een beetje de haartjes bruin gemaakt. En kijk, nou, het is wel een jongetje, maar je ziet het verder niet van het truitje. Want er gaat eerst een broekje overheen. En dat is juist zo leuk met het Marianne Design papier. Het zijn hele fijne motiefjes. Dit is het rood met een wit stipje. Ja, en het leent zich bijzonder goed voor het maken van een garderobe. Even kijken, het broekje zit. Dan krijgen we het jasje. En ik doe het eigenlijk het liefste met mijn lijmpen. Dat vind ik eigenlijk wel heel makkelijk. Dan gaat het jasje. En zo. Oké, ik zie dat ik een tikkeltje moet bijwerken aan de ene kant. Zo. Want het truitje is toch een beetje breder dan het jasje, maar dat is geen probleem. Dat knippen we gewoon weg. Zo. En om een sneeuweffect te krijgen heb ik dus nog een keer op wit gestempeld en de details uitgeknipt. Zo, dat is het boordje. En met Stazoninkt kun je op allerlei materiaal stempelen. Dus ik heb hier wat glanspapier gevonden. Daar heb ik dus een tuur van gemaakt. Dat is op zich heel leuk. Zo, steekt een beetje af. Op deze kaart heb ik dus een tuur gestempeld op een stukje goudpapier. De knoopjes van het jasje ook. Ik weet niet of het te zien is, maar... En nou, dit figuurtje is dus al af. Zo, nou dan gaan we nog even deze doen. De sneeuwrand eraan. Ja, het is op zich heel leuk werk. Vooral voor mensen die de figuurtjes leuk vinden. Maar niet zo handig zijn met het inkleuren van de stempelfiguurtjes met de Copic markers. En zo kun je op deze manier kun je ook stempeltjes aankleden. Goed. Nou, dan moet hij nog een paar laarsjes aan. Ik zeg steeds schoentjes, maar het zijn laarsjes. Zo. Nou, eens even kijken. Eén voet, één voet. En ik heb een heel klein beetje de randjes geknipt in de lijn. Dat het toch iets van sneeuw lijkt. Zo, heel klein beetje lijm eraan. Deze gaat op dit laarsje. Dit gaat op het andere laarsje. Oeps, zitten blijven. Zo. Nou. Het begint al een beetje op een kerstmannetje te lijken. Niet waar? Nou, een mutsje. Dat heb ik ook twee keer gestempeld. En het witte gedeelte. Zo, even. Dit gaat... Zo, hier overheen. Nou, kijk eens even. Ingesneden, want het gaat over het hoofdje. Nou, zijn hoofdje erin. Eens kijken, wat is leuk. Zo'n beetje, ja, zo is leuk. Zie je wel? Beetje lijm erachter. En... mannetjes ook daar. Een echt kerstmannetje.
We gaan het naast het kerstvrouwtje zetten. Klein beetje zo. Net alsof die handje vasthoudt. Nou, en in een ommezien van tijd hebben we weer een hele leuke kerstkaart gemaakt. Zo. Ja. Nou, eens even kijken of ze hem er leuk op zetten. Nou, en sinds juli dus hele fijne feestdagen. En nummer 2. Nou, dat was het weer voor vandaag. En heb ik jullie weer inspiratie opgedaan. Misschien is het ook leuk om met magnolia stempels te doen. Die ook afstempelen op andere klusjes en uitdiepen. En dan heb je ook het probleem niet. Ik heb geen ervaring met Copic markers, alleen met aquarelpotloden. Maar het lukt me toch nog niet zo goed. Ik moet nog een beetje oefenen. Vandaar dat ik het dus op deze manier doe. Want ik vind stempel op zich heel erg leuk om te doen. Nou, dat was het dan weer. En veel plezier ermee. Stempelen en aankleden van de poppetjes is eventueel ook in een workshop te volgen in mijn winkeltje in Hoofddorp. Castella Creatief, Calorama, om de hoek bij nummer 31. Op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 3 uur. Ik zou zeggen, misschien tot ziens en een fijn weekend.